Trainer, dit was de laatste training en het gaat voor het Echi nu. Ja, klopt. Het was de laatste training voor Almere en hopelijk niet de laatste van het seizoen. Dus wat ons betreft een mooie uitdaging morgen. Daar hebben we zin in. Twee keer van Almere verloren in de competitie. Maakt dat dingen nog anders? Moet je dan dingen aanpassen? Is dat dan een angstgegner? Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het enorm veel uitmaakt in deze wedstrijd. Omdat het is één wedstrijd en wat hiervoor gebeurd is, ja, dat telt eigenlijk ook niet meer. Dus morgen zal het zijn, denk ik, de vorm van de dag. Het zal op details denk ik beslist worden, zoals het eigenlijk ook die twee wedstrijden is geweest. En daar moeten we klaar voor zijn. Jordi, het is voor het Echi. Ja, eindelijk. Eindelijk hebben we er lang op moeten wachten, maar we hebben er heel veel zin in. Hoe is het met de druk? Valt wel mee, denk ik. Ik denk dat de druk eerder ligt bij de ploegen tegen wie we moeten spelen. Dus we hebben er vooral heel veel zin in. Je merkt wel wat gezonde spanning, maar echte druk nog niet. Nou, dan ben jij samen met Rens en met Edgar, ik mag jullie routiniers noemen. Heb je het alles meegemaakt? Promotie, degradatie? Ja, 2 jaar terug hier. Was niet zo goed afgelopen helaas. Maar hopelijk kunnen we vandaag deze keer beter doen. Hoe belangrijk zijn de routiniers in jouw elftal? Ja, altijd belangrijk in elke wedstrijd. Omdat die het team bij elkaar houden, rust geven aan het team. En morgen zal er ook een bepaalde spanning aanwezig zijn. Die normaal in een normale wedstrijd denk ik minder is. Ja, dus daarin kunnen ze de jongens ondersteunen. Door vooral vertrouwen en rust uit te stralen. Heb je erover gesproken met die jonkies? Sommigen wel, sommigen niet. Hè. Dat hangt ook van de persoon af. Sommigen hoef je ook niet te veel te zeggen. Maar natuurlijk hebben we wel gesproken over die wedstrijd. En is het ook hoe iedereen dat op zichzelf ervaart. En dat is niet bij iedereen hetzelfde. Dus, maar we hebben ons wel voorbereid. Want hoe moet dat, 1 wedstrijd? Dat is echt gewoon erop of eronder, toch? Je kunt niet meer zeggen van we kunnen het thuis nog afmaken of zo. Nee, het is gewoon winnen. Maakt niet uit hoe penalties, lelijke 1-0, 3-0 met goed voetbal. Als we maar winnen, vind ik alles best. Heb je er al van gedroomd? Ja, zeker, tuurlijk. We hebben het er geregeld met elkaar over gehad. We hebben natuurlijk een tijdje op een plek gestaan in de competitie waar je eigenlijk nergens meer voor speelt. Dus misschien waren we met ons hoofd al in deze week. Dus hopelijk dat die voorbereiding goed uitpakt. Dan heb je afgelopen woensdag een 2-1 overwinning, een hele late overwinning. En dan kom je naar buiten en er staan er 150 man op het terrein. Ja, en gisteren stonden er nog een keer 50 bij het trainingsveld met een spandoek die nou in het stadion hangt met vuurwerk. Ja, dat doet ons enorm goed, omdat we het hele jaar eigenlijk geen contact hebben gehad met onze supporters. Geeft dit ons extra steun richting morgen. En willen wij heel graag ook voor die mensen laten zien dat wij het kunnen. Dat wij gewoon de volgende ronde kunnen halen. En als we de volgende ronde halen, dan gaat er nog meer leven. Ja, dan weet je nooit wat er mogelijk is. En dan maak je afgelopen woensdag een hele late 2-1. En dan denk je, je hebt gewonnen van Dordrecht, prima, dik, klaar. En dan kom je naar buiten en er staan er 150 man. Ja, geweldig toch? Ik denk dat we dat hartstikke goed kunnen gebruiken. Dat waarderen we ook, dat ze zijn gekomen en dat ze ons zo steunen. Ik denk dat elke club hun supporters mist. Maar vooral de supporters van ons, die missen we gewoon echt heel erg hoe fanatiek ze altijd waren. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk weer elke wedstrijd erbij kunnen zijn.